Mooi. Er komen nog steeds mensen binnen, maar ik stel voor dat we gewoon beginnen. We hebben namelijk een bomvol programma. Veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Dus laten we die tijd die we hebben ook zo goed mogelijk benutten. Nogmaals, welkom allemaal. Mijn naam is Onno de Vries en ik mag u vanavond door dat mooie programma loodsen. En dat ga ik ook doen. We zijn hier vanavond eigenlijk met een vervolg van de eerste werkplaats. Een paar weken geleden. En vanavond gaan we het hebben over de vragen die toen veel ter sprake kwamen tijdens het programma. Daar hebben we een mooi vervolgprogramma opgezet, waarmee we nog meer de verdieping met elkaar zoeken en nog meer antwoorden zoeken op vragen die we met z'n allen hebben. Dus dat belooft een mooie avond te worden. En ik kijk er in ieder geval naar uit. Er werden net in de voorzitter al de nodige vragen gesteld. Dus dat is mooi. U bent vanavond met goede vragen gekomen. En laten we daarmee aan de slag gaan. We maken er een interactieve avond van. We zijn best met een grote groep. We zijn nu met een kleine 40 man. Dus een paar afspraken zou ik graag met u willen maken om ervoor te zorgen dat gesprek ook goed verloopt. Wanneer u staat in principe allemaal met uw microfoon uit. Mocht u iets willen zeggen, dan kan dat allemaal natuurlijk. Dan vraag ik u even het handje te gebruiken wat u bovenin in Teams ziet. U ziet daar, als het goed is, een smiley, een lachend gezichtje met een handje erbij. Nou, daar heeft u de optie om uw hand op te steken. Ik zal het in de gaten houden en degene die een hand opsteken ook het woord geven. En op die manier verloopt dat volgens mij zo goed mogelijk. Dan kunnen we ook zoveel mogelijk microfoons gedempt houden, omdat er anders vaak achtergrondgeluid ontstaat. Of ruis of storing. Dus dat is niet fijn. Dus dat lijkt me een hele goede afspraak. De algemene presentatie wordt opgenomen. Dat is goed om te weten. Later ook gedeeld op de website van de gemeente. De deelsessies, want we gaan ook tijdens het programma in deelgroepen uit elkaar, die worden niet opgenomen. Dus alleen het algemene gedeelte wordt opgenomen. En zoals de mensen die er de vorige keer ook bij waren weten, gaan we ook vanavond weer wat vragen aan u stellen. Dus de vraag is alvast om het tweede scherm, dus een telefoon of een tablet of wat dan ook, bij de hand te houden. En dan kunt u daar straks mooi op inloggen als we een paar vragenrondes doen. Heeft u geen tweede scherm, is dat ook geen probleem. Dan kan dat gewoon in uw browser op het apparaat waar u nu mee zit. Misschien goed om die alvast straks te openen. Die deelgroepen, daar ga ik straks nog iets over zeggen. En die worden dan gewoon samengesteld. U hoeft dus niks te doen. U wordt vanzelf naar de ruimte geflitst. En aan het eind van de tijd komen we dan ook weer automatisch hier weer terug. Dus dat gaat gewoon vanuit de luie stoel. Dus dat is wel zo makkelijk. Nou, bomvolle programma, dat vertelde ik al. We zijn netjes gestart om 7:30. We gaan straks de eerste vragenronde doen waar ik al over vertelde. Daarna gaan we kort terugblikken op de eerste werkplaats. Wat hebben we daar ook weer besproken en wat waren de belangrijkste uitkomsten? Daarna gaan we een blik werpen op de verschillende buurten. Daar werd in de voorzet ook al een vraag over gesteld. Over de drie papegaaien. Nou, die komen daar ter sprake, kan ik u vertellen. Gaan we even een nadere blik werpen op de verschillende buurten van Wassenaar en hoe die zich tot elkaar verhouden en wat voor interessante data we daarover hebben. Dan gaan we in gesprek in drie deelgroepen. Dat vertelde ik zojuist al. De eerste deelgroep gaat over het proces en de stappen die we gaan zetten om tot 2050 ongeveer. Op hoofdlijnen natuurlijk, wat zijn dan logische stappen om tot de aardgasvrije woningen te komen. Wat is een goede volgorde der dingen? Dat is groep 1, of A zo u wilt. De tweede groep gaat over het betrekken van alle inwoners van Wassenaar. Iedereen die moet meedoen. Maar tijdens de eerste werkplaats hebben we natuurlijk al veel gesproken met elkaar over hoe we dat gaan realiseren. Wat is daarvoor nodig? Hoe krijgen we iedereen mee? Nou, daar heeft u ongetwijfeld goede ideeën voor. Dus daarover gaat het in groep 2, of groep B. En dan de derde groep, die gaat verder praten over die blik op de buurten die straks gepresenteerd wordt. Hoe kunnen we die verschillende buurtindelingen, hoe gaan we buurtgericht te werk? Welke buurten kunnen we logisch samenvoegen? Welke dilemma's ontstaan dan? Daar gaat de derde groep het over hebben. Ik licht die groepen nu alvast even toe, want in principe wordt u random toegedeeld aan een groep.
En is het voor u een kleine verrassing in welke groep u belandt? Nu kan het misschien zijn dat u zegt, nou, ik heb wel een sterke voorkeur, of niet alleen een sterke voorkeur, ik wil eigenlijk over één specifiek onderwerp meepraten tijdens de deelgroepen. Dan vraag ik u dat nu in de chat te zeggen, want dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Hartstikke goed, ik zie daar de eerste reacties. En dan is daar nu wel het moment voor, want het kost namelijk even tijd om de groepen in te delen. Dus zegt u echt van nou, ik wil maar in één groep meepraten, geef dat dan liefst zoveel mogelijk aan nu in de chat. Anders hoeft u niks te doen, kunt u gewoon achteroverleunen en komt u vanzelf in een groep terecht. Nou, alle drie de onderwerpen die zijn volgens mij relevant en tijdens de eerste werkplaats veel besproken, dus dat komt goed. Sowieso, en dat is ook belangrijk om aan te geven, heeft u altijd de mogelijkheid om over alle drie de groepen mee te praten. We gaan namelijk na de groepsgesprekken gaan we plenair weer, zoals we nu bij elkaar zitten, terugkoppelen. Elke groep geeft een terugkoppeling en die resultaten per doelgroep, die kunt u dan nog aanvullen, daar kunt u dan nog op reageren. Dus sowieso kunt u over elk onderwerp uw mening geven. Nou, dat is goed om te weten. Daarna willen we als laatste nog van u weten hoe u graag betrokken blijft in het vervolg van het proces. En welke rol je daarin wilt spelen, gaan we nog over hebben. Dan blikken we nog kort vooruit op het vervolgproces en sluiten we af. Nou, er staat hier een verwacht einde om 9:30. Dan zijn we 2 uur met elkaar bezig, intensief achter een scherm. Dat lijkt me dan ook echt wel een mooie tijdsduur. En ik wil dan ook met u afspreken om echt te proberen om 9:30 af te ronden. Dus ik zal die klok goed in de gaten houden. Nou, mijn naam was Onder de Vries, dat weten we al. Drie groepen worden straks mede voorgezeten door een vijftal collega's. Te weten Rick Terra, Ruben Riebius, Pien van Berkel, Jonne Robrecht en Kim Kreeft. Die ziet u dus straks of in de deelgroepen of bij de plenaire terugkoppeling ongetwijfeld voorbij komen. En dan vraag ik u nu om voor die eerste vragenronde www.menti.com te openen. Daar verschijnt hij al. En dan 8 cijfers in te toetsen. 7740-8546. 7740-8546. En dan kunt u direct, als het goed is, de eerste vraag beantwoorden. En dat is namelijk in welke rol u vanavond aanwezig bent. Excuses trouwens. In welke rol bent u vanavond aanwezig? We zijn met inmiddels een kleine 40 man. Dus wij moeten iets van 35 reacties hebben. Bij de eerste vraag is dat even handig om te kijken hoeveel mensen daadwerkelijk reageren. Dus daar nemen we even de tijd voor. In welke rol bent u vanavond aanwezig? Namens de gemeente, namens een maatschappelijke organisatie, misschien als ondernemer, primair als ondernemer of als inwoner? Even kijken, we zitten nu op 23 reacties. Ik verwacht dat er dus nog een aantal onderweg zijn. In welke rol bent u vanavond aanwezig? Verreweg het merendeel is als inwoner, primair als inwoner aanwezig. Nou, dat is natuurlijk in principe geen verrassing. Dat klopt ook. Hey. Mentimeter is even verdwenen. Maar dan komt hij weer terug. In welke rol bent u vanavond aanwezig? 27 reacties. Heeft iedereen kunnen reageren of is er iemand die zegt van ik ben nog druk bezig? Dan mag hij van mij nu zijn handje opsteken. Oh, we gaan verder, zie ik. Dat is ook goed. Vraag 2. Met welk gevoel bent u vanavond naar deze bijeenkomst gekomen? Is dat blij? Ik heb er zin in. Is dat afwachtend? Is dat boos? Die ligt gelijk op. Of is dat vooral nog nieuwsgierig? Nou, dat is het grootste deel is nieuwsgierig.
Kun je die resultaten op beeld of ben ik de enige die het niet heeft? Bij mij staan ze op beeld. Ik zie het wel, ja. Oh, dan ben ik het. Ga ik even kijken. Sorry. Ja, en inmiddels denk ik dat de meesten hebben gereageerd. Hè. Het grootste deel is nieuwsgierig. Nou, hartstikke goed. We maken de avond natuurlijk het succes van de avond maken we natuurlijk met elkaar. Dus ik zou zeggen, nou, nieuwsgierig, helemaal goed. Niet te afwachtend, maar doe vooral mee. Breng in wat u in wilt brengen. Stel de vragen die u wilt stellen. Dan maken we het succes van de avond met elkaar. Bent onder de Vries van de gemeente, zie ik oppoppen. Ik denk dat dat een vraag is. Nou, namens de gemeente, als dat ook goed is, dan ben ik het meest zorgvuldig. In welke buurt woont of werkt u? Ja, we hebben ook een paar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Dus in welke buurt woont of werkt u primair in Wassenaar? Nou, dat is een hele rij van buurten. Daarin kunt u aangeven, kunnen wij een beetje zien hoe de afspiegeling is. De drie papegaaien staan er ook tussen. Mooi om te zien dat elke buurt wel een beetje oppopt. We hebben een mooi gemalleerd gezelschap vanavond aanwezig, dus dat is fijn. Hartstikke goed. We kwamen net aan 29 reacties volgens mij. En die hebben we nu. Dus dat is een mooi gevarieerd beeld. Dank daarvoor. Dan 30. Denk ik dat we naar de volgende vraag kunnen. Ja. Ik weet niet of u de eerste bijeenkomst ook aanwezig was, maar voor de mensen die er toen bij waren, wat is u het meest bijgebleven van dat overleg? Ben ik nieuwsgierig naar. Met welk idee of met welke gedachten bent u toen, ik wilde zeggen, naar huis gegaan, maar u was natuurlijk al thuis, maar heeft u toen de bijeenkomst afgesloten? Wat is er blijven hangen? Waarover heeft u nog teruggedacht? Welke vraag heeft het, welke gedachten heeft u toen de bijeenkomst verlaten? Misschien een lastige vraag, maar toch nieuwsgierig naar. Dat het nog erg weinig concreet was. Nou, dat is duidelijk. Dat er nog geen heldere doelstelling of visie is. Klopt, hè? Daarom zijn we ook met u in gesprek. Die willen we heel graag samen met u opstellen. Dus we staan echt nog aan het begin. Goed dat we dit doen, dat is fijn. Ik was er niet bij, was er niet. Kosten van realisatie, de zorg van een ieder over de kosten die we gaan en wie dat gaat betalen. Dat er aandacht was voor ieders mening. Dat is fijn om te horen. Dat hopen we vanavond ook weer te bereiken met elkaar. Nog veel onzekerheid, onduidelijkheid. Concrete plannen of visie is er nog niet. Geen helder beeld. Per wijk gaan we het vanavond ook over hebben. Het zoeken van communicatie met de dorpsgenoten gaan we het vanavond ook over hebben. Want dat was inderdaad een onderwerp wat toen veel ter sprake kwam. Dus dat is fijn. Goed dat u zich nog herinnert. En fijn om te weten dat we dan voor vanavond in ieder geval een paar goede onderwerpen eruit hebben gelicht. Wat wordt de timing per buurt en welke oplossing? Er is straks een deelgroep ook gaat erover in gesprek. Ja. Het verzoek om deze intro kort te houden, hartstikke goed. Toch vind ik het even belangrijk om bij u te weten welke gedachten u had. Waar we rekening mee moeten houden, wat u belangrijke onderwerpen vindt. En uiteraard natuurlijk met voldoende ruimte vanavond voor het gesprek, maar daar gaan we voor zorgen. Ja, volgens mij goed, hè? De roep om het concreet te maken. Nou, vanavond is bedoeld voor een verdieping, maar ook de komende tijd zal daar nog ruimte voor komen. En een paar belangrijke onderwerpen die we vanavond in de deelgroepen gaan bespreken en die ook straks terugkomen in de presentaties.
Dus dat lijkt me hartstikke mooi. Dan de belangrijkste en laatste vraag van deze ronde. En die sluit hier een beetje op aan. Wat is uw belangrijkste vraag voor vandaag? Op welke vraag zou u wellicht vanavond met elkaar een antwoord willen zoeken? Dan kunnen wij ook checken tijdens de avond of dat lukt. Ik zie in de chat dat, ik ben hier namens de gemeente. Van welke organisatie bent u? Ik ben van Plus Anderen. Vind ik overigens zelf niet zo heel relevant, maar voor de volledigheid. En wij zijn door de gemeente gevraagd om te ondersteunen bij het vormgeven van een goed proces. Waarbij we zo goed mogelijk ook in gesprek gaan met inwoners van Wassenaar. Over hun ideeën voor het aardgasvrijmaken van de woningen. Nou, wat is de belangrijkste vraag voor vandaag? Techniek versus visie. Hoe gaan we per wijk van start met voldoende gecommitteerde deelnemers? Hartstikke goed. En nou, daar moet het antwoord, als het goed is, op komen in de deelgroepen straks. Wordt aanpak per buurt losgelaten? Nou, goede vraag. Ook dat antwoord komt straks. Het tijdpad. Deelgroep A is dat, denk ik. Deels over de processtappen. Zicht op een stappenplan. Ook die, daarover gaan we vanavond in gesprek. Ik heb nog geen vraag. Dat is ook goed. Kom vooral om te luisteren. Nou, dat is natuurlijk ook goed. Wat zijn de grenzen van onze buurt? Over de buurten gaan we het straks hebben. En over hoe die precies begrensd kunnen worden, is de derde deelgroep. Hè? Over de buurtgerichte aanpak en de blik op de buurten. Dus dat is wel fijn om te zien dat, en dat zagen we natuurlijk op de vorige sheet ook al, dat heel veel vragen, als het goed is, vanavond aan bod komen. Ja, hoe krijgen we de warmtevisie wat concreter? Daar staan we natuurlijk vanavond met z'n allen voor. En concreetheid kwam op de vorige sheet ook al te sprake. Dat is met name dat is een behoefte die breek leeft. Dus laten we daar vanavond met elkaar aan gaan werken. Dit geeft wel een goed beeld. Laten we verder gaan met het programma en zorgen dat we dan zo snel mogelijk in gesprek komen. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een aantal programmaonderdelen. Allereerst de terugblik op de eerste bijeenkomst. Zeker interessant voor de mensen die die de eerste bijeenkomst niet waren, die kunnen dan de draad oppikken en zo aansluiten bij de rest en straks met elkaar het gesprek aangaan. Kim Kreeft en Jonne Robrecht, mag ik jullie vragen om die terugblik te geven? Ja, natuurlijk, dankjewel. Volgens mij hebben we vorige keer ook een mooie sessie met elkaar gehad. Ik las inderdaad in de reacties in de Mentimeter dat een aantal van jullie daar Of het grootste gedeelte van jullie daar ook bij was. Hartstikke mooi om te zien dat jullie opnieuw zijn gekomen. Tijdens de vorige sessie hebben we drie presentaties gehad. Eentje vanuit de gemeente Wassenaar. Die ging over het proces van de visie. Hoe zij het proces zien op hoofdlijnen. Gevolgd door een presentatie van CE Delft. Zij hebben een technisch-economische analyse uitgevoerd. En zij lieten ons daarvan de resultaten op hoofdlijnen ook zien. Vervolgens heb ik zelf de uitkomsten van de vragenlijst met jullie gedeeld. En de belangrijkste uitgangspunten voor de oplossing die daarvanuit zijn gekomen ook weergegeven en met jullie besproken. Dat waren deze uitgangspunten en randvoorwaarden. Dit was in ieder geval de lijst die we aan het begin van de vorige sessie meenamen. Nou, een aantal van jullie daarvan zei toen dat de lijst met randvoorwaarden wel compleet was. En een aantal van jullie had daar ook nog wat aanvullingen op. Dus die aanvullingen hebben we meegenomen en verwerkt. Die zijn hier zichtbaar in het oranje. Dat zijn in ieder geval de toevoegingen die we nog hebben gedaan
op basis van het gesprek dat we de vorige keer gevoerd hebben. En ook hebben we toen de vraag gesteld of dat we de randvoorwaarden misschien konden prioriteren. Nou, op die volgorde van belangrijkheid hebben we ze nu ook gezet. En ja, daar is deze lijst eigenlijk uitgekomen. En ook deze lijst zullen we dus meenemen bij het opstellen van de visie. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over onder andere dilemma's die jullie als inwoners zien bij deze opgave. En ja, daar zijn deze dilemma's toen in meerdere groepen naar voren gekomen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in actie wil en kan komen? Want niet alle belangen lopen altijd parallel. Met name was er ook een oproep vanuit jullie en vanuit verschillende groepen om energiearmoede te voorkomen. Daar willen we vanavond ook verder over doorpraten. Hoe moeten we dat precies aanpakken of aanvliegen? En zijn daar vanuit jullie als inwoners ook ideeën over? Een andere vraag of een ander dilemma dat jullie zagen was: hoe gaan we om met de verschillende type woningen en buurten? Onder andere is ook de vraag gesteld, nou, welke buurten zijn er überhaupt en waar onderscheiden die buurten zich in? Daar gaan we ook straks nog wat verder op in. En daarover willen we ook het gesprek voeren. Dus als je die verschillende kenmerken nou naast elkaar zet, wat betekent dat dan straks voor de uiteindelijke oplossing? En ook het tijdspad naar 2050, het proces, hoe zorgen we voor een goede route? En ja, hoe zorgen we ook dat we nieuwe ontwikkelingen onderweg wel mee kunnen nemen? Want de ontwikkelingen gaan snel en we willen niet achter de feiten aanlopen. Dus ook daarvoor hebben we ruimte gemaakt in deze werksessie. En als laatste hebben we nog jullie de vraag gesteld wat je nodig zou hebben om tot een keuze te komen. Of om straks een keuze te kunnen maken. En zoals wij het hebben opgevat is dit in ieder geval de lijst van een aantal punten die jullie belangrijk vinden. En die we zeker in de visie moeten verwerken. Ja, ik zag het net ook al terugkomen. Die duidelijkheid over de visie vanuit de gemeente. Daar was ook tijdens de vorige werkplaats al behoefte aan. En ik zag die nu ook al terugkomen. Nou, goed om te benoemen is dat we natuurlijk die visie met elkaar maken. En dat we om tot die visie te komen ook deze gesprekken gebruiken om straks iets neer te kunnen leggen waar iedereen ja, zich in herkent. Verder hebben jullie nog advies over de financieringsmogelijkheden genoemd. Het stappenplan kwam toen ook naar voren. Goede voorbeelden, eventuele voorbeeldhuizen van inwoners die al aan de slag zijn gegaan met bijvoorbeeld besparen, isoleren of zelfs al van het aardgas af zijn. En ja, goede technische informatie. Ja, en een hele mooie was tijd en een gefaseerde benadering. Nou, daarover gaan we straks ook in gesprek in groep 1. En dan wil ik het graag het woord teruggeven aan Onder, denk ik. Of gelijk door aan Rick. Nou, wat mij betreft mag Rick de Raad het gelijk overnemen met de blik op de verschillende buurten van Wassenaar. Daarmee, nou, dat komt als het goed is tegemoet aan veel vragen die er de vorige keer waren en die net ook in de Mentimeter zijn gesteld. Dus laten we dat niet langer wachten. Rick, neem jij het over? Ja, zeker. Ik vervolg hier de presentatie. Ik heb het beheer overgenomen, dus ik hoop dat de presentaties iedereen zichtbaar zijn. Bij mij is er het scherm veranderd. Oké, hartstikke mooi. Gaan we direct door naar de volgende slide. Kijk, de titel die zegt al blik op de buurten. Er zijn natuurlijk heel wat vragen gesteld vorig jaar ook in de, ja, bij de vorige sessie over buurten. Hoe komen die nou tot stand? Nou, we hebben de buurten genomen vanuit de CBS, hoe die gedefinieerd zijn. Nou, dat zijn in totaal 21 stuks. Hier op het kaartje worden alle buurten weergegeven. En er werd ook al gevraagd over de drie papegaaien. Nou, die staat er ook tussen, nummer 7. En ja, hier zijn we eigenlijk van start gegaan met de transitievisie. Natuurlijk eerst met de technisch-economische analyse. Maar ook nu verder kijkend naar de visie of op basis hiervan verder kunnen gaan. En
Het is ook goed om eerst wat meer inzicht te geven over de buurten. Ja, hier links staat een tabelletje met de buurten, het aantal woningen. Ook even het percentage corporatiebezit erbij vermeld. Andere deel is dan natuurlijk privaat bezit. Of misschien commerciële verhuurders. Rechts staat ook nog een verdeling naar het aantal woningen wat nou rijwoningen zijn. Appartementen bijvoorbeeld. Ook niet wonen, commercieel kantoren bijvoorbeeld. Dan kijkend naar de gemeente was natuurlijk zelf. Nou, het is natuurlijk ook interessant te kijken van ja, wat voor gebouwen staan daar precies. Maar ook ja, wat zijn nu eigenlijk de kenmerken van deze gebouwen. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, dit is een plaatje met de bouwjaren van de woningen. Nou ja, als je kijkt dus in het dorp Wassenaar, omgeving, nou, dat is allemaal voor 1900 gebouwd. Deel tussen 1900 en 1944, vooral ook aan de zuidkant van Wassenaar. Noordkant, dat zijn vooral woningen, gebouwen die na 1945 tot 1994 gebouwd zijn, of zelfs nog na 1995. Overigens staat gebouwen na 1995 is niet heel erg groot. Maar even kijken, wat zegt natuurlijk ook de bouwjaren, dat zegt natuurlijk ook iets over de, ja, de isolatiegraad van deze woningen. Dat kunnen we in het volgende plaatje dan verder mooi zien. Zoals we net al konden zien in het dorp, dus echt de oudste gebouwen, ja, dat is natuurlijk ook ja, vrij logisch natuurlijk. Die hebben een heel laag energielabel, of laten we zeggen FG, laag isolatiewaarde. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ja, het zuiden van Wassenaar. En de noordkant, dus de meer de jongere woningen, ja, die hebben wel een betere isolatieschil, ook een beter energielabel. DC eventueel nog veel beter tot B of A. Overigens moet ik ook bij vermelden dat niet alle labels definitief zijn, maar in ieder geval die zijn aangenomen op basis van bepaalde aannames. Wat zegt dit dan nog meer? Nou, natuurlijk isolatiewaarde, maar ook over het energieverbruik van de woningen. Nou goed, het is natuurlijk ja, woningen die slecht geïsoleerd zijn, minder geïsoleerd zijn, die hebben natuurlijk een hoger gasverbruik. Heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van de woning. Dus vooral het dorp ja, heeft een relatief hoger gasverbruik, de zuidkant ook. En vooral de noordkant van Wassenaar heeft ook met de grootte te maken, ook met de isolatieschilden. Ja, die hebben een relatief lager energieverbruik. Dit is natuurlijk hele ja, interessante informatie. Ik kan me voorstellen dat mensen ook zeggen van nou, oké, ik wil hier graag zelf ook eens even naar gaan kijken. Van ja, wat informatie is allemaal bekend over op gemeente, wijk of buurtniveau. Deze gegevens zijn allemaal te vinden op www.wijkpaspoort.nl. En daar kun je eigenlijk al informatie vinden over energielabels, energieverbruik, woningtype en dergelijke. Als we dan verder kijken, dan kun je natuurlijk al op basis van dus de bouwjaren, maar ook de isolatieschil of type woning, kunnen we eigenlijk al zien van ja, bepaalde buurten hebben heel veel gelijkenissen. Dus als we dan kijken naar dorp Wassenaar, de Deil, Oostdorp, nou dat zijn dus vooral woningen van voor 1900, hoge dichtheid aan bebouwing voor rijwoningen, appartementen, maar ook een ja, woninglabel, meer in de orde van E, F, G. En er staat hier onderaan relatief laag energieverbruik, maar er moet relatief hoog energieverbruik zijn natuurlijk, omdat ze gewoon minder goed geïsoleerd zijn, ligt het energieverbruik hoger in die gebouwen. Dan kun je natuurlijk ook nog andere buurten kijken die gelijkenis hebben. Bijvoorbeeld Zeil, Watering en Haven, Groot Duilenoord, Ter Weer, Weteringpark. Dit is dus de noordzijde van Wassenaar. Nou, wat zijn hier dan de gelijkenissen qua kenmerken? Hoge dichtheid aan bebouwing. Ook veel rijwoningen, appartementen. Nou, het is allemaal gebouwen naar 1945.
zoals jullie net ook al konden zien. De energielabels, nou, die zijn al vrij goed. Of tot en met A tot en met D. Daardoor is dus ook het energieverbruik gemiddeld lager. En wat ook kenmerkend is aan deze buurt, is dat er veel corporatiebezit zit. Dan kijken naar de zuidkant van Wassenaar. Nou goed, dan kunnen we ook een aantal buurten met gelijke kenmerken zien. Dus dat zijn de buurten Nieuw-Wassenaar, Oud-Wassenaar, de Kieviet, de Pauw, de Drie Papegaaien. Oud-Klingendaal, Klingenbos, Rijksdorp met de Pan en Duindicht met Groenendaal. Nou, wat zijn hier nu eigenlijk de kenmerken van deze wijken? Nou, dat zijn de breder uitgelegde wijken, veel vrijstaande woningen. Bouwjaar, nou ja, het zijn ook veel oudere gebouwen, veel gebouwen voor 1945. En wat we natuurlijk ook kunnen zien zijn de isolatiewaardes, de woninglabels, die hebben grotendeels E, F en G. Nou, dat betekent ook voor het energieverbruik dat het gewoon relatief hoog is. Dan is het eigenlijk niet meerdere buurten, maar we hebben wel één buurt aan de zuidkant, Kerkenhout. Ja, het is eigenlijk meer een, laten we zeggen, een eilandje qua type bebouwing. Maar wel wat de kenmerken zijn. Het is natuurlijk een hoge dichtheidbebouwing, veel rijwoningen of appartementen. Het is na 1945 gebouwd. Het is relatief laag energieverbruik op zich. Er zit nog een tweedeling in. Een deel is al goed geïsoleerd, een deel nog niet. Maar het gaat snel richting veel betere isolatielabels of woninglabels. In verband met de grootschalige renovatie door de woningcorporatie. En een kenmerk ook hiervan is dus veel corporatiebezit. Dan zijn dit eigenlijk nog een vijfde buurt waar we nog naar kunnen kijken. Dat is meer het buitengebied. En dat zijn de buurten Meijendeel, Eikenhorst, Raaphorst en Poldergebied, Duinrel en Wassenaarslag. Dat zijn dus qua kenmerken zijn die gelijk op, buitengebied, zeer lage dichtheid aan woningen, veel afstand ook tussen de woningen. Woninglabels, nou ja, ook allemaal in de orde van E, F en G. En dit betekent ook lage isolatiewaarde en een hoog energieverbruik. Dit zijn eigenlijk de vijf categorieën die we hebben bedacht om buurten bij elkaar of verschillende kenmerken bij elkaar te kunnen zetten en vergelijken. En nu is er nog één buurt, dat is wijk of buurt nummer 17, dat is Maaldrift. Dat is een bedrijventerrein en die hebben we tot nu toe nog nergens aan toebedeeld. Maar het is natuurlijk in ieder geval een vergelijking die we op dit moment gedaan hebben. We zijn ook erg benieuwd naar of deze meningen gedeeld worden, deze buurten. Naar inzichten die er zijn. En als we dan verder kijken naar deze vijf verschillende, laten we zeggen, buurten op kenmerken, wat betekent dit dan voor een eventueel oplossingsrichting? En ik zal hier twee voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld eerst is dus aan de noordkant Zijl, Wijteringhaven, Groot Duinenoord, Terweer, Oostdorp en Wetteringpark. Nou ja, zoals ik net al aangaf, er zit heel veel corporatiebezit. Dat kan ook goed zijn, bijvoorbeeld voor een goed startmoment, omdat je in één keer heel veel woningen mee zou kunnen krijgen. Natuurlijk als iedereen ook mee wil gaan. En ook belangrijk is het isolatieniveau. Dat ligt al vrij hoog, hoger dan andere wijken. Dus dat betekent dat er al minder geïsoleerd hoeft te worden of minder aanpassingen nodig zijn om de gebouwen geschikt te maken voor aardgasvrij verwarmen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog dilemma's. Want qua warmteoplossing is er nog geen geschikt alternatief. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden voor een warmtenet. Ook mede vanwege de hoge dichtheid aan woningen. Maar goed, er moet wel een warmtebron zijn. En die is er voor ons nog niet. Elektrische warmtepomp is ook een mogelijkheid. Maar dan zit je natuurlijk wel met lage temperatuurverwarming. Dus er zijn er wel weer extra aanpassingen nodig aan de woning. En om ook
Natuurlijk ook omdat we kijken natuurlijk ook naar de CO2-winst. Alle winst is natuurlijk meegenomen. Maar goed, omdat het verbruik natuurlijk al laag is, zal die minder winst te behalen zijn. Kijken naar de zuidkant. Dus de buurt in Nieuw-Wassenaar, Oud-Wassenaar, de Kiwi, de Pauw, de Papegaai uit Klingendaal, Klingenbos en Rijksdorp de Pan. Nou ja, zoals we net al zagen, ja, veel slecht geïsoleerde woningen, hoog energielabel. Ook meer van voor 1945 gebouw. Dus ja, als daar flink geïsoleerd gaat worden, ja, dan valt er heel wat energiebesparing te behalen en ook CO2-winst. Daarnaast zijn natuurlijk ook veel dilemma's van ja, heel veel verschillende woningeigenaren. Hoe zorgen dat iedereen meedoet? Daarnaast kijk ik natuurlijk ook naar de afstand tussen de woningen. Een warmtenet, ja, dat ligt dus niet echt voor de hand. En een individuele optie waarschijnlijk wel eerder. Kanttekening erbij natuurlijk ook is van ja, er moet wel heel veel aan gebeuren qua isolatie, maar misschien ook aan warmteafgifte systemen. Zo is er voor elke buurt of laten we zeggen een cluster aan buurt, ja, verschillende kansen of dilemma's te benoemen. En ja, goed, daar gaan we ook graag verder in gesprek met jullie en we horen ook graag meer van jou. De buurten die er nu zijn, zien jullie die gelijkenissen ook qua kenmerken en ook hoe kijken jullie tegen de kansen en dilemma's aan? En dan gaan we graag straks verder over in gesprek met jullie. Heel goed, dankjewel Rick. Als je het goed vindt, neem ik een paar vragen met je door die gesteld zijn. Er zijn overigens veel vragen gesteld over de buurten, buurtendelingen, de hantering van de buurten. Vind ik een beetje lastig om nu inhoudelijk op in te gaan, want dat wordt met name gedaan in deelgroep C straks. En wellicht ook bij de terugkoppeling van C. Ik zie overigens een handje van meneer Ooms. Dus laten we die eerst even doen voordat ik begin aan mijn vragen aan Rick. Ja, jullie zullen zien is dat de indeling van de buurt gebaseerd is op de wijkindelingen van Wassenaar. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat een juiste indeling is voor een aanleg van een warmtenet of iets vergelijkbaars. Want als je kijkt met name naar Duinroo-Wassenaarse Slag. Daar is een hele hoek van de Jagerslaan, Speldeslaan, hoort bij Wassenaars Slag Duinruil. Maar dat ligt natuurlijk pal naast het centrum van het dorp. Dus in hoeverre moeten jullie daar nog rekening mee gaan houden met dat soort dingen? Dat is een goede vraag van jou. De buurten die hebben als startpunt genomen voor de opzet van de transitievisie warmte. We moeten ergens beginnen. En het voordeel van de buurtindeling is dat het is natuurlijk een CBS-indeling, maar er zijn al heel veel gegevens over bekend. Natuurlijk ook qua buurtkenmerken, qua verbruiken, maar woninglabels en dergelijke. En dat was eigenlijk de eerste opzet geweest om hier dan de transitievisie warmte voor op te stellen. Maar inderdaad, het kan natuurlijk ook gewoon blijken dat straks een andere buurtindeling handiger gaat worden door andere buurtkenmerken toe te passen of misschien wat logischer is voor het warmtealternatief. Maar het is ook iets wat zich verder gaat ontwikkelen in de tijd en de transitievisie warmte gaat zich ook elke 5 jaar weer herzien. Dus dan kan misschien een betere indeling gebruikt gaan worden. Mooi, dank. Dan nog, en zoals gezegd, er zijn veel vragen gesteld over de buurtindeling. Die komen straks in de derde deelgroep te sprake en wellicht ook nog in de plenaire terugkoppeling. Nog een paar algemene vragen, Rick, die niet eens zozeer gingen altijd over je presentatie. Maar eentje is, we zijn vanavond in gesprek, wat is de invloed die bewoners hebben in deze fase? Is er meebeslissingsrecht, is de vraag, mede-eigenaarschap een optie of worden we alleen geïnformeerd en geconsulteerd? En ik kan me voorstellen dat er een verschil zit tussen de betrokkenheid nu bij de transitievisie warmte en de betrokkenheid bij de oplossingen. Kijk, waar we nu mee bezig zijn is eerst het opstellen van de visie. Nou, dat bestaat uit twee delen. Dus eerst de technisch-economische analyse doorrekenen, maar ook het participatietraject, dus het betrekken van inwoners en graag alle input horen wat bewoners zelf
ja, qua informatie, qua ideeën hebben. En dat nemen we allemaal mee in het opstellen van de visie. Nou, dan de beslissingsbevoegdheid. De eigenaar is op dit moment altijd gewoon de laatste die de beslissing maakt over zijn woning, wat hij doet met zijn woning. Daar is de gemeente of het Rijk, daar zijn gewoon geen instrumenten voor. Dus de bewoner of de eigenaar, moet ik goed zeggen, die heeft de beslissingsbevoegdheid. Mooi, dus die is ook aan zet. Dat is meer dan, dat is eigenlijk eigenaarschap. Zeker weten. Heeft de gemeente al targets gesteld voor bijvoorbeeld 2025 of 2030 is de vraag? Op dit moment hebben wij als gemeente nog geen targets gezegd. Het is eerst de eerste visie die we aan het opstellen zijn. Nou goed, daar kijken we natuurlijk ook naar wat zijn de warmtealternatieven, de kansen die voorbij komen. Maar op basis hiervan hebben wij nog geen targets of doelstellingen vastgesteld. Mooi. En de stip op de horizon heb je de vorige keer gezegd of verteld, die staat op 2050. Ja, en die stip op de horizon is de CO2-neutrale gebouwomgeving in 2050. Ja, helemaal goed. En we gaan het straks, of ik stel voor, dat we daar nu naartoe gaan, naar de deelgroepen. Er zijn nog meer vragen gesteld, die worden ongetwijfeld tijdens de deelgroepen beantwoord. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen we die daarna nog oppikken. Maar ik stel voor dat we nu in deelgroep aan de slag gaan, want dan heeft u ook alle gelegenheid om de juiste vragen te stellen. Zoals gezegd, hè, u hoeft er niks voor te doen. Blijf rustig zitten waar u zit. Dat is wel het mooie van een online bijeenkomst. U wordt automatisch ingedeeld. Het is inmiddels 8:15. We lopen nog perfect op schema. Niet te geloven. We gaan in gesprek tot uiterlijk 9:00. En dan komen wij hier weer terug. Ook dat gebeurt automatisch. De gespreksleiders straks in de verschillende groepen, die maken aantekeningen van het gesprek. En u kunt na afloop, dus om 9:00, als we hier weer met z'n allen terugkomen, kunt u reageren op alle drie de groepen. Dus u kunt dus ook meepraten nog en reageren op de deelgroepen waar u niet zelf aanwezig bent geweest. Nou, u ziet hier nog een keertje de gespreksleiders van de verschillende groepen. Groep A over de processtappen wordt begeleid door Rick en mijzelf. Groep B over het betrekken van alle inwoners van Wassenaar, die worden begeleid door Kim Kreef, die u al gezien heeft, en collega Jonne Robrecht. En groep C over de blik op de buurten, de kansen die dat oplevert voor een goede aanpak, maar ook de dilemma's die dat misschien nog oplevert en die ook in de chat net zijn gesteld. Die discussie of dat gesprek wordt begeleid door Ruben Ribius en Pien van Berkel. Nou ja, en hier nog een keertje de onderwerpen, maar die gaan de gespreksleiders ook uitgebreid toelichten. Ik stel voor, en Rick, als het goed is, gaat dat met de druk op een magische knop, dat wij naar de verschillende deelgroepen gaan. En ik wens u natuurlijk daar een bijzonder aangenaam gesprek. En wij zien elkaar hier weer terug over uiterlijk 3:15, om 9:00 precies. En ben ik heel erg nieuwsgierig wat er uit alle groepen is gekomen. Tot straks. Ja, maar we zijn weer allemaal terug, dus dat is fijn. Ik denk dat we er ook allemaal zijn, hè? Heel goed. Nou, we zijn nog bijna compleet, dus dat is fijn. Een paar mensen die zijn nou, hartstikke goed. Maar we zijn wel met alle drie de groepen weer hier, hè, Rick? Ja, alles is gesloten als het goed is. Top. Dan, hartstikke goed, dan stel ik voor wat wij in gedachten hadden. Dat is dat wij de komende kwartier, dus ongeveer, we lopen iets uit, maar ongeveer max 5 minuten per deelgroep. Even kort terugkoppelen wat er in de deelgroep is besproken door de betreffende gespreksleider. Of misschien is er in de groepen wel iemand aangewezen om dat te doen. En dat wij dan... via Mentimeter weer daarop allemaal onze vraag kunnen stellen per deelgroep. Zodat u ook nog de gelegenheid heeft, kijk daar is die. Zodat u ook nog de gelegenheid heeft om suggesties te doen aan de uitkomst van andere deelgroepen. Dat doen wij als het goed is per deelgroep. Dus kunnen wij beginnen met deelgroep A. Ja, kunt u zich vinden in de hoofdlijnen, dan moeten die eerst worden gepresenteerd. Dus dat gaan we nu doen. Ja, ik denk overigens, Rick, dat ik er niet onderuit kom om dat zelf even te doen. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
Je microfoon staat uit. Heel goed, als jij de samenvatting conclusie geeft, als ik nog aanvulling heb, dan doe ik dat wat. Wij hebben het gehad en ik vraag gewoon mijn medegroepsleden om vooral aan te vullen als ik iets vergeet. Maar wij hebben het met name gehad over de belangrijke processtappen tot 2050. Dat hebben we gedaan op basis van een suggestie van een van de leden, waarvoor dank, onder drie kopjes. Wat, wanneer en hoe? Het wat en het wanneer, daar hebben we twee momenten voor benoemd. In 2030, en hebben we even de ambitie van de Europese Unie genomen, 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Dus dat is wat ambitieuzer dan in het klimaatakkoord. In 2050 zouden we CO2-neutraal moeten zijn, maar daarvan hebben we gemaakt, nou, uiterlijk in 2050. En zoveel eerder dan mogelijk. Er zat goede ambitie in de groep, dus dat was fijn. We hebben al even een gesprek gehad over die begripsbepalingen. In ieder geval is de behoefte van een ieder om daar duidelijkheid over te scheppen. We hebben het nu over aardgasvrij, CO2-neutraal, CO2-reductie, klimaatneutraal. Waar hebben we het precies over? We zijn uitgegaan van 2030 CO2-reductie en 2050 CO2-neutraal. Maar die begrippen, de behoefte van een ieder om daar een consistente lijn in te kiezen. Vervolgens hebben we twee fases gedefinieerd, waarbij we fase 1 het meest nadrukkelijk hebben uitgewerkt. En dat is een fase waarin we verschillende dingen gaan doen, als het aan de groep ligt. Allereerst isoleren, ventileren en energie besparen. Vervolgens gaan we financieringsmogelijkheden uitwerken voor de oplossingen. We gaan alvast werken aan lage temperatuurverwarming. En we gaan onderzoek starten naar kleinschalige, collectieve en individuele oplossingen / warmtebronnen. En bij dat onderzoek zit ook het betrekken van zogeheten co-makers. Er kwamen ook al bij de eerste vragenronde te sprake. En dat zijn partijen die technische oplossingen hebben, financierders, investeerders die zich duurzaam willen verbinden. En lokale collectieven die mogelijk ontstaan of er al zijn en die van grote waarde kunnen zijn. Die maken onderdeel uit van dat onderzoek. En dan hebben we aan het eind van fase 1 hebben we dat helemaal scherp, wat de oplossingen zijn, in welke buurt en de wijze waarop we die oplossingen gaan realiseren, individueel of collectief en met welke co-makers. En dan fase 2 bestaat uit het realiseren van de oplossingen. Dat kunnen zijn technische oplossingen in bestaande woningen. Het kan dan gaan om nieuwbouw, die sowieso nu gelijk aan de doelstellingen voldoen. Maar het kan ook gaan om sloopnieuwbouw van woningen, wat natuurlijk zeer ingrijpend is. Het gaat misschien ook wel om de constatering dat bepaalde woningen helemaal niet CO2-neutraal te maken zijn en kijken wat we daar dan mee doen. En voor fase 2 is nog als belangrijk gekenmerkt dat we vooral gebruik moeten maken van natuurlijke momenten. Dus dat zijn verbouwingen die mensen gaan uitvoeren, waarbij het belangrijk is dat ze de juiste informatie hebben om dat gelijk op een goede manier te doen. Of bijvoorbeeld het moment dat iemand verhuist, zijn woning verkoopt en een nieuwe koper de woning koopt. Ook dat is een natuurlijk moment om actie te ondernemen. En bij die oplossingen realiseren horen natuurlijk ook de financiële arrangementen om die oplossingen mogelijk te maken. En die komen ook voort uit dat onderzoek wat we in fase 1 uitvoeren. Dus dat heb ik even genoteerd als uitkomst van groep A. Een handje van een deelnemer als die vindt dat ik iets heel belangrijks over het hoofd heb gezien. Die zie ik nog niet verschijnen, dus dan kunnen we wellicht dan naar de eerste vraag, Kim. Kan een ieder zich vinden in de hoofdlijnen van groep A? Zegt hij van, bij groep A hebben ze nuttige dingen gedaan? Dan is dit even een snelle toets, hè? En dan is de logische. Arno, maar ik vond nog wel de discussie ten aanzien van of je meer individueel gerichte aanpak hebt of collectief. Ja, ik vind dat nog wel scherp en van belang als je ook 2050 en volledig circulaire samenleving hebt. Ja. Dat is wel iets wat je in ogenschouw moet nemen als je 2030 nu als eikpunt neemt, zeg maar.
Klopt, dus je moet nu al kijken naar 2050 bij de strategie die je kiest. Ja, hij zit in dat onderzoek, maar hij is inderdaad door jullie als heel belangrijk. Dat onderscheid tussen collectieve en individuele oplossingen en ja. Wat je waar kan toepassen, klopt. Dank voor de aanscherping. En dan... Bert? Ja, Bert? Ja, als ik... ik kan jullie ambitie dus niet onderschrijven. Okay. Naar mijn mening is volledig van het gas af een doodlopende staat. Dat haal je niet. Het is denk ik beter om zeker in Wassenaar te accepteren dat wij deels van het gas afgaan waar het rendabel is. En dat we gewoon erkennen dat wij een percentage, en dat zou misschien de helft van de huizen kunnen zijn, een kwart, dat we niet van het gas afgaan. Maar op zich hebben we om die reden ook het woord aardgasvrij niet meer in de doelstellingen opgenomen. Dat is verstandig. En ik denk dus dat je het accent totaal moet leggen op energiebesparingen. En waar het rendeert, en dat doet het natuurlijk in een aantal gevallen, dan ga je een alternatief van gas. De Nederland is in totaliteit, zijn we toch niet in staat om volledig van het gas af te gaan voorlopig. Ja. Dus balanceer, maak het een balanceeract. En dan denk ik dat je meer mensen enthousiast krijgt. Helemaal goed, dank. Dat is ook precies de vraag om nu van groep A te doen, hè, voordat we dan daarna heel snel doorgaan naar groep B. Een aantal mensen zei, ik mis nog iets. De heer Dekker die gaf dat zo al aan. Maar dat kan ook via de Mentimeter. Wat zou u nog willen toevoegen aan de opbrengst van groep A? Dan kan dat nu snel. En ondertussen stel ik voor, als dat niet te verwarrend is voor u, dat we ook alvast gaan kijken. Groep A, dat waren Kim Kreeft, Jonne Robrecht. Doet een van jullie de terugkoppeling? Of hebben jullie een groepslid gevonden die dat voor jullie doet? Ja, die vraag heb ik eigenlijk niet zo nadrukkelijk gesteld. Dus ik stel voor dat ik er gewoon een poging doe. En dat mocht ik iets vergeten, dan hoor ik het heel graag. En dan, terwijl jij dat doet, kunnen mensen nog... kunnen mensen nog kwijt wat ze nog willen toevoegen aan de samenvatting van groep A? En dan zeker de mensen die hebben aangegeven dat ze nog iets misten, tik het nu vooral in. Dan gaan we ondertussen luisteren naar Jonne, die vertelt wat er in groep B is gebeurd. Ja, dankjewel. We hadden inderdaad een gesprek met elkaar en dat ging over hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil dadelijk ook mee kan doen. Hè? Of nou ja, die dat wil, dat iedereen dadelijk mee gaat doen. En daar hadden we eigenlijk een aantal vragen, zoals hoe maken we nou eigenlijk bewoners enthousiast om aan de slag te gaan met de eerste stappen. En eigenlijk hadden we daar gelijk al een goed gesprek, namelijk over dat wij het inderdaad in onze groep ook belangrijk was om vooral nu als eerste in te zetten op besparen en isoleren. Hè, maatregelen die mensen nu al kunnen nemen. Als het gaat om die groep inwoners zover krijgen om ook deze stappen aan de gang te gaan, zag je dat er in onze groep veel uiteenlopende ideeën eigenlijk ook waren. En ook veel inwoners die al met duurzaamheidsmaatregelen aan de slag zijn. Dus we spraken bijvoorbeeld ook met meneer Hoofdjes, die zei, nou, ik doe eigenlijk al heel veel. En ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer zou kunnen doen aan mijn woning. Daarbij hebben we dus eigenlijk twee belangrijke dingen die voor inwoners van belang zijn om dadelijk mee te kunnen doen. Eén was het delen van betrouwbare informatie, dus inzicht in betrouwbare partners. Hè. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn door de inzet van energiebesparingscoaches. Echt mensen die op bezoek komen en analyseren wat er mogelijk is in individuele woningen. Dat zouden professionals kunnen zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook lokale vrijwilligers zijn. Mensen die al bezig zijn, die al goede ideeën hebben, die zelf al een slag hebben gemaakt. Belangrijk daarbij is dat ook onafhankelijke adviseurs zijn. Hè? Dus eigenlijk dat je eigenlijk echt iemand in huis kan halen die jou de betrouwbare informatie geeft die je nodig hebt. En daarnaast werd er vooral gezegd van het is belangrijk dat we het concreet en dichtbij maken. Je neemt eigenlijk snel iets aan bijvoorbeeld van je buurman of buurvrouw als het gaat om de duurzaamheidsmaatregelen die zij al hebben genomen. Hè? Goed voorbeeld doet volgen.
We hebben het daarbij bijvoorbeeld gehad over de energy parties die nu al vanuit buurtkrachten worden georganiseerd. Daar was nog niet iedereen van op de hoogte. Dus belangrijk het enthousiast maken van inwoners is ook om daar vooral aandacht aan te besteden en dat zichtbaar te maken. Er waren wel wat mensen die al wel ervaring mee hadden. En eigenlijk vooral belangrijk is dat je goede voorbeelden deelt met elkaar. Maar ook dat je bijvoorbeeld een indicatie krijgt over wat je zou kunnen besparen. Hoeveel je dat ook oplevert. En zichtbaar maken, hè, wat er allemaal mogelijk is. Ging het er ook nog wel over. Want dat zijn veel mensen die al wel willen verduurzamen. Hè, die vragen naar zo'n energy party of iets dergelijks toe zouden gaan. Dus we hebben natuurlijk ook nagedacht over hoe betrekken we mensen die nog niet intrinsiek gemotiveerd zijn om aan zo'n avond of bijeenkomst deel te nemen. En daarvan zeiden we eigenlijk van dat zouden we eigenlijk heel breed moeten inzetten, dus via alle mogelijke kanalen. En belangrijk zijn daarbij ook bijvoorbeeld de buurtverenigingen, hè? Gewoon de bestaande netwerken in de buurt of in de wijken, om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die transitie. En we hebben ook nog als laatste, dat vatte Kim wel mooi samen. Die zei, het gaat eigenlijk over een aantal dingen. Het gaat over gemak, dus informatie dichtbij, toegankelijk voor iedereen. Ook over geld, het moet iets opleveren en inzichtelijk maken wat er voor inwoners in zit. En om geluk en gezelligheid. Dus het komt voor, maar ook gezelligheid als in, het mag best informeel zijn. Een rondje met je buren bijvoorbeeld, om samen aan de slag te gaan. Dat mooi. Is wat ik had genoteerd, aardig wat. Ik zag opeens bij geluk en gezelligheid zag ik de teller bij ja oplopen, dus dat is heel goed. Dat snap ik. Dus inderdaad, mensen zijn nu aan het beantwoorden of dat ze jullie hebben veel besproken, zeg. En of dat ze die hoofdlijnen ook onderschrijven. Het overgrote deel doet dat, zie ik. Ja, en als ik nog iets vergeten ben, dan kan dat dadelijk in de volgende sheet ook nog worden aangegeven. Zeker weten. Maar een aantal mensen die volgen gewoon wat je zegt. Dus dat is heel fijn. Ik stel voor eigenlijk dat we die volgende sheet voorzetten. Mensen die nog iets hebben gemist of die zeggen van, hé, maar ik heb nog goede ideeën om iedereen mee te laten doen. Alle inwoners enthousiast te maken om met het verduurzamen van hun woning aan de slag te gaan. Als u daar goede ideeën voor heeft, vult die nu vooral in via Mentimeter, www.menti.com 7740845. En terwijl u dat doet, gaan we snel door naar groep 3. En als het goed is, kan ik daar Pien van Berkel voor aan het woord laten. Pien, jullie hebben het gehad over de blik op de buurten die gepresenteerd is aan het begin van deze avond. Hoe je die buurtindeling kan gebruiken, welke kansen dat oproept en ook welke dilemma's dat nog met zich meebrengt. En als het goed is, ga jij ons uit de doeken doen wat jullie hebben opgeleverd. En ondertussen kunnen mensen nog aangeven via menti.com hoe wij zorgen dat we alle inwoners van Wassenaar enthousiast meekrijgen om samen met ons aan de slag te gaan. Pien, wat hebben jullie in jullie groep opgehaald? Ja, we hebben het inderdaad gehad over de blik op de buurten. En allereerst was het verhelderend om te zien welke statistieken de gemeente gebruikt. Om als echt als startpunt mee te beginnen. Wat wel een punt was, was dat een beurtgerichte aanpak wel een logische keuze kan zijn. Vooral bij bijvoorbeeld collectieve oplossingen. Zoals een warmtenet of als een buurt heel homogeen is, dus met dezelfde type gebouwen. Maar als de bebouwing in een buurt dus minder uniform is, dan zouden er binnen de buurten ook verschillende oplossingen mogelijk moeten kunnen zijn. Dus in deze minder homogene buurten kunnen we misschien werken met meerdere kleine clusters van gebouwen bijvoorbeeld. Verder nog over die clustering van de buurten en de buurtindeling. Die lijkt nog wat technocratisch tot stand te zijn gekomen. Dus echt op basis van de bouwtechnische kenmerken van de gebouwen.
Maar het zou ook interessant zijn om te zien in welke straten of buurten of delen van buurten er veel enthousiasme is van bewoners om zelf aan de slag te gaan of met de buurten aan de slag te gaan met het verduurzamen. Dus misschien dat het interessant is om ook die informatie mee te nemen en daarmee ook te zorgen voor meer draagvlak. En verder, ja, een terugkerend punt. Dat gaat niet specifiek over de buurtindeling, maar wel dat er duidelijk behoefte is aan onafhankelijke informatie over hoe kan ik mijn vooroorlogse woning bijvoorbeeld nog verder verduurzamen na de eerste stappen die ik al heb gedaan. Misschien dat Ruben of iemand anders uit mijn groepje nog wat wil toevoegen aan deze punten. Ja, misschien dat laatste punt, hè, ook die complexiteit van de toch echt de moeilijke woningen. Let dan op een uitgangspunt als we gaan beginnen met de makkelijkste woningen eerst. Dat is dan minder logisch als je kijkt naar, misschien kunnen we kijken naar het maximale CO2. Reductie. En dan is het misschien beter om je in te zetten op we hebben de 20% woningen naar 70% brengen, zeg maar, genoemd. Om aan te geven dat daar best wel veel te halen valt aan CO2-reductie, maar niet direct op aardgasvrij. En dan ook specifiek met de woningen die op dit moment veel energie verbruiken. Dat misschien nog als extra nuance daarbij, inderdaad, de oproep van. Ja, gewoon een onafhankelijke adviseur die me echt concreet ook goed kan helpen. Echt op individueel niveau, maatwerkniveau voor woningen kwam inderdaad kwam ook aan bod. Nog even kort gehad over wat is een acceptabel prijsniveau. Ja, woonlasten neutraal is een goed uitgangspunt daarin. En of we dan de investering aan de voorkant moeten doen. En dan via de besparing op de energierekening terugbetalen is geen gekke gedachte. Ik denk dat dan wat betreft mijn toevoegingen nog zijn. Ik zijn er uit de groep nog toevoegingen. Die kunnen mensen, misschien dat mensen uit jullie groep nog iets willen aanvullen. En dat kan nu ook nog even via menti.com. Hè. Dus wil je nog iets toevoegen over het resultaat wat Pien en Ruben hebben gepresenteerd. Als het gaat om het gebruik van de blik op de buurten, de data, buurtgerichte aanpak. Er worden al eerste ideeën aangedragen. Wat ik nog wel in wil brengen is dat we ook een beetje in het verlengde van wat Bert net aangaf, dat we ook niet te voorzichtig moeten zijn. Hè. Er is een enorme aanjaging nu van innovatie. Hè. Per maand komen er weer nieuwe innovaties terug. Hè. Waterstof gaat als een tierenlier. Nou, vandaag zag ik dus een persbericht dat de eerste energieleverende flat, gerenoveerde flat in Utrecht is opgeleverd. Ja, dat is een ander soort flat dan wij gewend zijn. Maar het is echt ongelooflijk wat nu kan. Hè. Dat is gewoon een energieleverende flat. Een bestaande flat uit de jaren 60 die energieleverend is. Nou, dus er kan wel steeds meer. Hè. Laten we dat wel voorop houden. En dat is niet de gemiddelde woning in Wassenaar, dat snap ik. Maar wees ook niet te voorzichtig, zeg maar. Ja, dat is een mooie oproep. Hartstikke goed. Ondertussen, dank daarvoor. Ondertussen worden er nog wat toevoegingen gedaan aan de samenvatting van C. Ik kijk wel met een schuin oog naar de klok. Die tikt door. Maak nog snel af wat je aan het tikken bent. Gelukkig, er verschijnen nog wat antwoorden. En dan gaan we, voordat we doorgaan naar de, voordat we afsluiten met het vervolgproces, hebben we ook nog de vraag aan u, hoe u zelf betrokken wil blijven. Ik had daar net in mijn deelgroep, waren er al mensen die daar ideeën voor hadden. Nou, die kunnen we nu heel goed kwijt. En we hebben daarvoor een paar vragen aan u. Waarvan de eerste is. Ja,
dank. Wil je überhaupt, want deze groep is voor de gemeente heel dankbaar, hè? Dat merken we ook vanavond weer. Er komen een heleboel goede suggesties, goede ideeën, heel veel input waar de gemeente mee verder kan. Het is natuurlijk een gezamenlijk proces. Dat hebben we al eerder al heeft Rick al geantwoord ook op een vraag. Het eigenaarschap ligt straks echt bij de inwoners. Dus de eerste vraag is van, wilt u dat deze groep een rol blijft spelen tijdens het vervolg van het proces? En dat is wel tof om te zien. Daar ben ik zelf natuurlijk wel blij mee en ongetwijfeld mijn mede-collega's vanavond ook. Dat u eigenlijk in hele grote getalen aangeeft van ja, wij blijven graag betrokken. Wij blijven graag onze input leveren, meedenken, de gemeente scherp houden, maar ook zelf met ideeën en oplossingen komen. Dat is heel mooi. En dan is de logische vervolgvraag. Ja, welke rol ziet u voor deze groep of voor uzelf in het vervolgproces? Dus tik zo snel mogelijk rollen die u kunt of wilt spelen. Klankbord. Uitwisselen van ideeën, mooi promotor in de wijk, hè? Vertegenwoordiger van mijn buurtvereniging, adviseur, toetsend klankbord. Ja, ik wil dat bewoners mede beslissingsrecht krijgen, daar heeft Rick Terra vanavond iets over gezegd. Klankbord, ambassadeur is natuurlijk fijn. Jonne Robrecht heeft net alles gezegd over de uitkomst van groep B, hè? Hoe krijgen we medebewoners in Wassenaar enthousiast? Nou, daar zou je een belangrijke rol kunnen spelen. Dus dat is hartstikke mooi. Meedenken, mede organiseren. Hartstikke goed. Met eigen woning aan de slag. Maar ook kennis delen daarover. Dat is goed. Mee blijven denken. Het uitwisselen van gedachten. Adviseur zijn. Heel actief, dus dat is fijn. Dus dit is in lijn met de uitkomst van de CET voor, hè, waarbij u eigenlijk allemaal zegt, wij willen graag mee blijven doen. Dit is welke rol u voor zichzelf wegziet. Ik zie daar al een enkele vraag aan de gemeente. Dan is de logische en ik denk ook afsluitende vraag voor nu. Wat is er nodig om dit te realiseren? Dus wat heeft u nodig om die rol in te vullen? Wat moeten we organiseren? Wat werkt fijn? Hoe kunnen we u betrokken houden? Ik ben benieuwd. Ik blijf nog even stil, maar ongetwijfeld poppen nu de eerste dingen op. Een gedefinieerd participatieproces. Ja, laten zien wat er met onze inbreng wordt gedaan. Heel goed, openheid, informatieplatform, bijeenkomsten, inspraakmomenten. WhatsApp-groepje, hartstikke goed, heel concreet. Continue informatie. Enthousiasmerende rol van de gemeente, verhouding van de gemeente. Bijeenkomsten, uitwisseling van informatie, persoonlijk contact. Bijeenkomsten als deze. Updates per e-mail af en toe meetings, meer van dit soort sessies. Is heel fijn, zeg. Ik word hier heel erg enthousiast van. Groepsbijeenkomsten, zodra het weer kan. Ja, dat willen we denk ik allemaal. Dat zou toch fijn zijn dat we elkaar gewoon persoonlijk kunnen treffen. Over energie gesproken. Dit is wel, hier word ik blij van, zeg. Simpel uitleg aan alle inwoners. Voorbeeldhuizen, en die is vaak te sprake gekomen. Maar daar zei Jonne net ook al iets over. Informatie wordt heel vaak genoemd, maar ook bijeenkomsten als deze, informatieplatformen. Nou, dat is wel fijn. Hier staan zowel dingen voor het proces in, als ook gewoon hele concrete instrumenten als WhatsApp-groepen, stappenplan, goede heldere communicatie, duidelijke regie van de gemeente, voorbeeldgebouwen. Trots, hartstikke goed. Dit is fijn, zeg. Hier kunnen we iets mee. En wat we daarmee gaan doen, daar gaat Rick Terra nu mee afsluiten. Rick, jij gaat ons, als het goed is,
nog even meenemen naar het vervolgproces. Ja, dat klopt. En als het goed is, dat je net zo enthousiast wordt van al deze positiviteit in de groep als ik. Ja, zeker weten. Nee, goed. Ik ben erg blij met iedereen die heel goed aan het meedenken is. En ook, ook vooral aangeven. Ja, we willen graag goed betrokken blijven. En op verschillende manieren ook meedoen, meedenken. Stap ondernemen. Dus daar word ik erg blij van. En ik zal u nog even twee slides laten zien over het vervolg. Als het goed is, komen die nu tevoorschijn. Die tover ik op het scherm. Deze hebben we gehad. Ja, proces. Ja. De lange termijn. Dit klopt. Nou, in ieder geval, dit is nog even de lange termijn. Hè, tot de einddoelstelling in 2050 om CO2-neutraal te zijn. Deze had ik ook al vorige keer in de presentatie gezet, maar het is goed om nog even te benadrukken. Dus we zijn nu bezig met het opstellen van de eerste visie, de eerste warmtevisie. Die moet eind 2021 gereed zijn. Daarin kijken we natuurlijk naar kansen die ook voortkomen voor ofwel energiereductie of eventueel aardgas vrijmaken. Nou, daar worden uitvoeringsplannen voor gemaakt. En die komen tot uitvoering. En dat zal. De transitievisie warmte wordt periodiek herzien. We hebben natuurlijk nieuwe technieken, is net ook al een aantal keer genoemd. Nieuwe technieken, nieuwe innovaties, ook prijsdalingen of stijgingen. Dus dat zal continu wijzigen. En dat betekent ook dat er nieuwe kansen naar voren komen. Dus elke 5 jaar wordt er een nieuwe visie opgesteld. En die nieuwe kansen die gaan wij weer opnieuw verwerken in uitvoeringsplannen. Met het uiteindelijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dan kijken we nu nog even naar de eerste visie. Rick, Paul van Gent, die herinnert je aan net de uitkomst van groep A. Die zegt van, hé, maar we zouden toch niet meer per se over aardgasvrij hebben. Maar dat is grappig. Het is wel leuk om te kijken dat we in dit proces inderdaad is dat de uitkomst van groep A kunnen leggen en te kijken wat dat aanvult. Kijk, nee, dat klopt. Het is natuurlijk nog steeds afkomstig uit het klimaatakkoord. We kijken gewoon naar aardgasvrij. Dat was ook de eerste doelstelling. Vanavond zijn we weer nieuwe inzichten gekomen, dus de slides die waren hier niet op gemaakt, maar elke keer worden we weer wijzer. En uiteindelijk de doelstelling blijft natuurlijk gelijk CO2-neutraal in 2050. Dan de eerste visie, die zal dus eind 2021 opgesteld moeten zijn, ook vastgesteld door het college en de raad. Nou, wat zijn de stappen die we dus nu nog ondernemen? Dit is dus het participatieproces, iedereen betrekken. Nou, in juni gaat er op basis van de technisch-economische analyse en dit participatietraject nog één grote check ronde plaatsvinden. Dus iedereen wordt nogmaals uitgenodigd om hieraan mee te kijken, mee te doen en zijn visie op te geven. In juli zal dit afgerond moeten zijn en na de zomer gaan wij de visie opstellen om hem naar het college in de raad te brengen. De vraag hier in de chat, als je dat niet erg vindt, Rick, is of deze groep ook wordt meegenomen in die checkronde? Ja, zeker. Nee, goed, iedereen. We hebben natuurlijk al meerdere rondes gehad, eerst al de vragenlijst. Nou, in ieder geval, basis daarvan heb ik ook aangegeven om betrokken te worden in dit proces. Daarvan heb ik de uitnodiging gehad. En jullie hebben allemaal aangegeven om weer verder betrokken te worden. Dus jullie krijgen zeker de uitnodiging hiervoor. Mooi. De eerste mensen moeten weg, dat snap ik ook. Hè. We lopen iets uit. Maar dank in ieder geval voor de bijdrage. Wij zijn echt in een paar minuten nu afgerond. Dus ik hoop dat de meesten nog kunnen blijven hangen. Is dat echt niet mogelijk, dan alvast dank. Rick, jij sluit af met de wijze waarop we mensen op de hoogte houden. Die ongetwijfeld worden aangevuld nog met die ideeën die net zijn geopperd, hè, over de rol van deze groep. Maar goed, om deze alvast te noemen. Ja, nee, in ieder geval sowieso via de gebruikelijke kanalen natuurlijk vanuit de gemeente, social media, nieuwsbrief. We hebben ook de website www.wassenaar.nl/aardgasvrij. Wassenaar-aardgasvrij bedoel ik. En daar staat ook heel veel informatie op, ook over de vorige werkplaats, maar ook over deze werkplaats natuurlijk met de video hier over deze presentatie, de vragen en
Die ontvangt ook het, of tenminste dat is ook de participatieverslag komt beschikbaar. En ook via de Wassenaarse krant wordt natuurlijk gecommuniceerd. Maar ik denk dat mijn collega Kim Kreeft nu aan het beantwoorden is. De vraag van Pascal van Vliet of dat... ja, er was een vraag of dat jullie vanavond hier automatisch de nieuwsbrief ontvangen. En dat antwoord erop is ja. Daar hoeven jullie niks voor te doen. We hebben jullie gegevens. Dus jullie ontvangen die vanzelf. Hartstikke goed. Ja, dank Rick voor dit vervolgproces. Zoals je zei, de sheets die hebben natuurlijk voorafgaand aan deze bijeenkomst gemaakt. En vanavond hebben we weer geweldig veel nieuwe inzichten opgedaan. Gaan we die met heel veel plezier verwerken. En ziet het beeld er weer nog rijker uit. Ja, we zijn daarmee aan het einde gekomen van het programma vanavond. Dank allemaal voor de bijzonder enthousiaste en constructieve bijdrage. Voor alle ideeën, voor alle aanvullingen, voor alle aanscherpingen. Wat dat betreft werd net gezegd van willen graag een klankbord zijn. Nou, dat zijn jullie in ieder geval vanavond, denk ik, geweest. Heel veel dank daarvoor. Ik kijk nu al uit naar een volgende bijeenkomst. Wij gaan alle input verwerken, zowel op inhoud als proces, als op jullie rol en de wijze waarop we jullie gaan betrekken. Daar horen jullie natuurlijk binnenkort weer van op de manieren die Rick heeft verteld. Dus dank ook namens mijn collega's en ik wens jullie nog een hele fijne avond. En de volgende keer hopen wij zeker weer op jullie constructieve inbreng te mogen rekenen. Dank jullie wel, fijne avond. Hartelijk dank voor jullie deelname en ook bijdrage. Bedankt, tot ziens. Tot ziens, dank u wel. Bedankt allemaal. Fijne avond. Doei doei.